Met een online enquête wil een werkgroep in Echel de woonbehoeften peilen in het dorp. Dorpsoverleg kreeg veel vragen van inwoners die een woning zoeken. Om vaart te maken met de bouw van nieuwe woningen is het onderzoek gestart. Het is een vervolg op een woonavond die in oktober werd georganiseerd. En daar hebben we eigenlijk gezocht op papier naar mensen die echt een woning zochten. Want ja, de gemeente zegt dan wel van ja, wij horen van alles, maar wie zijn die mensen en hoe concreet is het? En willen ze ook echt en wat willen ze? Nou goed, dat hebben we dus ook uitgelegd op die avond. We hebben daar een flyers neergelegd en de mensen gevraagd van ja, meld jullie met mijn naam en adres. En dat is gebeurd en daarop zijn we toen weer verder gaan borduren. Hoeveel namen waren dat? We hebben concreet daarmee de woongroep uit kunnen breiden naar 12 personen. Die zijn toen ook aangeschoven. Daar zijn we ook enkele malen bij elkaar gekomen. En we hebben 28 namen op papier gehad die echt woningzoekend waren. En die kwamen alleen maar uit die avond. Dus het zullen er handig meer zijn. Maar die waren concreet toen aanwezig en die hebben we genoteerd. Een groep inwoners is gestart met een collectief particulier opdrachtgeverschap. Dat is een vorm van een sociale projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor een eigen nieuwbouwproject. Ruim 10 initiatiefnemers hebben inmiddels een intentieovereenkomst getekend. Daar zeggen ze op van ja, ik wil gaan bouwen. De gemeente vindt een intentieverklaring dan heel interessant en dat maakt het concreter. Dus daar staan ze op met naam, wat ze willen, het budget, grote woning. En daar hopen we nu mee verder te gaan. Dit stuk land naast het Giel Petershof zou de plek moeten zijn voor de nieuwe woningen. Fase 1 is af. Ik moet wel toegeven, ik snap ook wel de gemeente. Kijk, het komt vanuit een woningcrisis. Toen is het hier opgezet. Iedereen dacht van die raken we nooit kwijt, die kavels. Nou, de crisis ging heel snel voorbij. We dachten, oh, we hebben een inanslag, dat duurt jaren. Maar die inanslag ging ook veel sneller dan dat wij zelf ook verwachten. Fase 1 zat in de mum van tijd vol. En dat is inmiddels nu 1,5-2 jaar geleden. Maar nu zijn er heel veel mensen die thuis wonen en zeggen van ik wil een woning, ik wil bouwen. En wij zeggen dan tegen de gemeente, ja gemeente, jullie hebben hier een grond liggen, waarom zijn we hier niet aan het bouwen? En dan krijgen we het horen, dat duurt een hele poos en we hebben onderzoeken nodig, dat begrijp ik allemaal wel, maar daar willen we ze bij helpen. We willen het is alles verspoedigen. Echel is een van de grootste groeiende kernen in Pelemaas. Dat is te zien aan het ruimtegebrek in de school, maar dus ook aan de doelgroepen die staan te popelen om naar het dorp te verhuizen. Er zijn mensen die zeggen zelf, wij zijn gevlucht uit Echel, tijdelijk. Dus die wonen nu in Panning of in Helden, die willen graag terug. Het zijn ook senioren die iets kleiners willen en daarmee komt een grote woning vrij. Maar het zijn ook gewoon de senioren die het leuk vinden in Echel wonen. En de doelgroep zit echt ook wel van mensen uit Helden en Panningen. En daar richten we dus ook op. Wat dat betreft is iedereen welkom. Maar we merken ook aan Helden en Panningen, we noemen het de trippelkern. Er zijn ook heel veel mensen woningzoekend en die mogen ook hier komen wonen. Of kunnen hier komen wonen. Ook de toekomst van de kerk en de school komt aan de orde in de enquête. De meningen worden gepeild over de toekomst van beide markante gebouwen. Ja, de kerk is. Dat bleek uit de avond die we georganiseerden dat mensen toch meest geïnteresseerd zijn om daar woningen te maken. Want ja, hoe je het bent verkeerd, die kerk zal tussen nu en 5-10 jaar, maar het houdt een keer op om die in stand te houden voor de dienst. En dan is de vraag aan het dorp, ja, wat willen jullie ermee? En die vragen zitten erin. En daar zijn we heel benieuwd naar, wat met de mensen van de kerk willen, of met de kerk willen. En dan hopen we daar ook weer een werkgroep uit te creëren, die daar met dat vraagstuk in de gang gaat. Maar ik denk dat het toch wel wonen wordt. Veel andere opties zijn er ook eigenlijk niet, hè? Nee, dat is denk ik echt al te klein. Van huisartsenpost of een horeca, een discotheek, dat zie ik allemaal niet gebeuren. Dus die vragen zijn ook geopperd, maar daar kregen we geen respons op. Dus we zijn toch meer gericht op wonen. Het dorpsoverleg zal met de uitkomsten van de enquête naar de gemeente stappen.